Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F2021 My Team Career Mode voor aflevering nummer 13 hier in Rusland. Heb jij de vorige aflevering gemist in Italië, zou ik die eerst even terugkijken wat je deze dus gaat zien. Het kan recht boven het i'tje, klik daarop, zodat die aflevering verschijnen. Ben jij nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F2021 My Team Career Mode content. Schakel ook een lekker belletje aan als je geen enkele afleveringen van mij mist. Like die als jij hem leuk vond. Dislike hem als jij hem niet leuk vond. Volg me ook even op sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. En dan gaan we gewoon lekker door met de kwalificatie. We zijn inmiddels aanbeland in de pitbox. Ik heb besloten om de IS te vervangen. Dus we krijgen een gridstraf naar aanleiding van deze grote prijs. Een 10 plekken gridstraf. Dus ja, dat belooft nog wat. Daarboven is nu niet in beeld. Een 10 plekken gridstraf voor de race. Die is trouwens in het nat. Dus dat belooft nog wat te gaan worden. Maar eerst kijken of wij misschien door kunnen komen naar Q2. Ik ga het wel bij 1 run houden. Waarom? Ik ga gewoon banden sparen. Met de mogelijkheid dat we toch achteraan moeten starten. Dus ja, wat heeft dan kwalificeren eigenlijk voor nut? Vraagteken, maar goed, dat is iets wat ik zelf in gedachten heb gehouden. Dan gaan we nu naar het laatste deel van de ronde. We zijn bij start-finish en dat wordt een 1.32.4 op een P8 op dit moment. Maar waar staan wij dan aan het einde van het van de rit? Nog eens op 1 en wij op een P17. Nou, dat hebben we toch nog goed gedaan. We komen maar een paar duizenden tekort van Sebastian Vettel. Dus we zouden misschien door kunnen komen naar Q2, maar dat is helaas niet gebeurd. We zaten dus vanaf P17 eigenlijk helemaal van achteraan vanwege die gridstraf. Er is regen voorspeld in de wedstrijd. Ja, we gaan gewoon kijken wat het gaat worden. En misschien kunnen we punten gaan pakken voor deze grote prijs. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 13 van My Team Career Mode. Welcome along then to Sochi and the Russian Grand Prix. One of 8 cities in the world to play host to both the Olympics and a Formula One race. It's a Grand Prix that's proven difficult to crack for anyone beyond the first 2 rows of the grid in recent years. So let's see if that can change today. Well, it's certainly not the best weather out on the Sochi street circuit today. A track that boasts 18 corners, 12 to the right and 6 to the left. And it's a track that combines both fast corners and long straights, resulting in speeds of excess of 200 miles an hour. But with these conditions, I wouldn't be surprised if we see a safety car out there today. Also here, of course, is Anthony Davidson. Let's have a chat about McLaren. What do you make of their performance so far this season? Well, the atmosphere within that team seems very positive at the moment. Everyone seems like they're in great spirits and having a lot of fun doing what they do. And that's definitely contributed to the performances we've seen. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Young superstar Max Verstappen starts from pole position, edging out Sergio Perez, who lines up P2. Looking at the rest of today's grid, we have Bottas, Hamilton, Lando Norris and Leclerc, Ricciardo, Gasly, Tsunoda and Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Stroll, Kimi Raikkonen and Giovinazzi, Russell, Sainz, they've taken a grid penalty, Mick Schumacher and Nicholas Latifi, Armstrong, Mazepin, the Professor and Esteban Ocon rounds off the grid. It's almost time for those 5 red lights to go out. Then let's see who can prevail today. We zijn inmiddels aanbeland bij de grid. Inters en inters, dat is de strategie. Regen, droog, regen. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 13 hierin. Rusland, de lampen zijn uit en we zijn onderweg en we komen wat slecht weg, want we hebben gelijk wielspin bij de start. En dat betekent dat we nu achteraan zijn begonnen. De MGUK heeft een probleem. Dat begint al gelijk goed. En hier is het een beetje druk en kunnen gelijk aanvallen naar Esteban Ocon. Die duwen wij daar ook gewoon wijd. Dat is goed om te zien.
al één plekje gewonnen na die slechte start. En hier is dan Nikita Mazepin aan die buitenkant. Lukt dat? Jazeker lukt dat. Twee plekken gewonnen, drie plekken gewonnen, want we pakken ook gelijk Nicolas Latifi. En dat is P19. De volgende heet Marcus Armstrong, onze nieuwe teamgenoot, al volgens mij één race lang. En waarom hij onze nieuwe teamgenoot is, ja, ik zeg gelijk de reden. Lundgaard eiste te veel en moest vertrekken. Zo simpel is het. Armstrong, kijken we hier mooi aan de buitenkant. Oh, illegale overtake. Okay, dus we moeten die plek teruggeven aan Marcus. Die dan wel mooi ja, de battle hervat. En dat is gewoon P18. We zitten in ronde nummer 2 van de wedstrijd. We remmen gewoon dat gat naar Russell dicht. Hier dan bij de buitenkant kijken van de Brit. Lukt dat? Dat lukt helaas net niet. Wel een groen in sector 2. We tikten de Russell een klein beetje aan. We tikten de achterkant van Russell een klein beetje aan. En die curbstones kunnen gevaarlijk zijn, want de auto kan gewoon omhoog worden geslingerd. Dus daar moeten wij voor oppassen. Gat naar Russell is 15e. Naar Armstrong is 19e, dus dat zit wel goed. En nu dan kijken bij deze chicane. Diep inremmen bij Russell. Dat lukt zeker. En P17 is van ons in ronde nummer 2 van de wedstrijd. Dat is goed om te zien. Wel een klein momentje overtuigd, maar dat is niet erg. Herhaling van de start. Met Verstappen op Pol, Perez op P2 zoals gewoonlijk. De lampen sprongen uit. En we waren onderweg in de regen in Rusland. We hadden gewoon wheelspin. En daar zie je ons gewoon vertrekken als allerlaatste. Maar die plekken maakten wij al gauw weer goed. In real life regende het trouwens ook in Rusland. Je ziet trouwens helemaal niks door de spray en de druppels op de lens. We pakten dan gelijk Esteban Ocon aan die binnenkant. Dat was goed om te zien. En deze move vond ik heel erg mooi. Op Nikita Mazepin aan de buitenkant in deze 180 graden bocht. En zo gelijk ook Nicolas Latifi verschalkt. En dan zaten we hier dan aan de achterkant van Marcus Armstrong te kijken. Een beetje drukte hier ook, maar dat was niet zo erg. We moesten wel op onze voorvleugel letten. Gingen daar iets te wijd. Kijken hier dan aan de buitenkant van Marcus Armstrong. En moesten die plek helaas teruggeven vanwege het buiteninomhalen van de concurrent buiten de baan. Dus ja, dat was jammer. We spelen wat met de settings van de auto. Om mijn auto dus zo perfect mogelijk te maken voor de regen. Het kan niet altijd, maar goed, we proberen het. Onze persoonlijke snelste raceronde, 3/10 sneller. En wij zetten een 1.49.9 neer. Het gat naar Carlos Sainz is 1,2 seconden. Hopen dat dat wat minder kan worden in de resterende rondes. De regen is er gewoon nog. We rijden nog steeds op intermediates. Rijden die curbstone gewoon helemaal mee. We zitten in ronde nummer 8 op P16. En daar kijken we aan de binnenkant van Giovinazzi. Lukt net niet. We zaten er wel. Dus Giovinazzi is gewaarschuwd. Sergio Perez zet de snelste raceronde neer. Ik heb helaas niet gezien welke raceronde dat was. Rijden een beetje op die curbzone, verliezen wat momentum. En Giovinazzi kan weer van ons wegrijden. Ronde nummer 9 zitten we in. Het gat is 14e. 3,1 seconde is het naar Marcus Armstrong. Hier dan in de slipstream kijken naar de binnenkant van Giovinazzi. En dat is gelukt. P15 is van ons. De volgende heet dan Lance Stroll. Voor P14.
En het is al gewoon droger geworden. En ik ga de gok nemen om naar de droogweerbanden te gaan. In ronde nummer 15 voor de mediumbanden. En gaan we kijken waar het dan zo meteen gaat eindigen als wij weer buiten de pitstraat komen. En welk tempo wij kunnen rijden op de mediumbanden. 3,1 seconde langzame pitstop, maar we komen gewoon mooi voor Mick Schumacher de baan op. Nog 11 rondes te gaan in de wedstrijd. Dit was ook onze laatste pitstop. Geen geplande stops meer, zegt Jeff. Dus dat is alleen maar goed. En als we zo doorstampen, dan misschien kunnen we een puntenfinish pakken. Maar ik ben bang dat wij op een P12 gaan eindigen. De baan is nog wel nat, dat merken we ook, want de curbstones zijn gewoon nog spekglad. Daar moeten wij voor oppassen, want daar waren we de auto net bijna kwijt in die 180 graden bocht. Ja, je zou denken, het is nog veel te nat om naar Slicks te gaan. Nou, dat is het dus niet. Het is gewoon droog genoeg. En daar zit dan Mick Schumacher met een aanval voor P13 in ronde nummer 20. Hij is er voorbij. En we remmen laat terug. En dat is gewoon even pingpongen met elkaar. Wat Sebastian Vettel benoemde in Spanje 2016 met Max. Sorry, met Ricciardo bedoel ik. Maar wij willen die positie niet opgeven. Want een P13 is gewoon heel veel waard. Vanaf een P21 volgens mij vertrokken, als ik het goed zeg. Naar een P13, dat is heel goed. Nog 6 rondes te gaan in de wedstrijd. Het gat naar Alonso is inmiddels 15 seconden. Dat gaan we niet meer dichtrijden. Die moeten wij gaan verdedigen ten opzichte van Lance Stroll in zijn Aston Martin. Het gat is 19e en die Aston Martin is bloedsnel op dat rechte stuk. Wij rijden met de zwakke Renault motoren. Misschien gaan wij na dit seizoen switchen van motoren. Misschien ook niet. Misschien blijven wij bij Renault. En moeten we hopen op misschien een regulatieverandering. We zitten in ronde nummer 22 en Lance Stroll kijkt naar de buitenkant. Maar dat lukt niet, want wij duwen hem gewoon letterlijk van de baan af. Waarom niet? Waarom wel? Het mag allemaal, denk ik. En Russell is gewaarschuwd. There's been an incident on track resulting in loose debris. Fortunately, the marshals have managed to clear it up in time and there are no plans for a safety car. En daar is Russell en dan voorbij. Maar we remmen wel laat naar de Brit. En dat is nog steeds P13. Nu moeten we gaan verdedigen van Lance Stroll. Die zat daar aan die binnenkant, maar wij wisten dat hij daar zat. En blokkeerde zijn pad. Dat rijdt volgens mij ook nog eens wat geweldig. Er zijn nog 5 rondes te gaan in de wedstrijd. 22 man nog in competitie. En Sol zit te kijken. Aan de buitenkant. Tenminste, nee. Ik denk hij gaat naar de buitenkant. Wij maken wel een klein foutje. Zit dan nu wel aan mijn buitenkant. Maar laten hem gewoon staan. En dat is nog steeds P13. Helaas geen punten. Maar goed, daar kunnen wij niks aan doen. We hadden al een gridstraf. En ja, met die regen erbij is het gewoon onmogelijk. En kijk eens aan, de regen is weer terug. Er is trouwens iemand uitgevallen. Dat is volgens mij Max Verstappen die uitviel. Even dat jullie weten, dat is buiten beeld gebeurd. Terwijl we even wielbangen met Giovinazzi. We moeten op onze teller gaan letten, want daar zit ook Carlos Sainz te kijken. En hij is er voorbij. Maar wij proberen dat gat weer dicht te remmen. Zijn auto daar gewoon bijna kwijt, maar gebruiken Sainz als een soort van remblok. Het is hier gewoon aan het regenen. De regen is weer terug. Sainz duikt naar binnen in ronde nummer 24. Er zijn zometeen nog 2 rondes te gaan in de wedstrijd. Dan zit deze grote prijs er alweer op. Verstappen is uitgevallen. DNF staat er dus ook. 0 punten voor de Nederlander. En dat betekent dat Sergio Perez de leiding gaat overnemen in het coureursklassement. En Giovinazzi zit te kijken voor P13. Wij verdedigen gewoon zoals het hoort en zoals het mag. Er
Er zijn nog twee rondes te gaan en de vraag is, gaan wij de gok nemen om naar intermediates te duiken? De baan is nu wel heel nat. Giovinazzi heeft een probleem. Hij vertraagt. Daar zit George Russell te kijken. Gaat daar gewoon over die curbstone. Ik zag zijn voorwiel in de lucht springen. Het is daar geel. En nu weer groen. En het is gewoon heel erg nat. Met nog twee rondes eraan ga ik de gok nemen en ik ga naar de intermediates. Ik ga ervan uit dat die regen heviger wordt en dat mijn concurrenten zo enorm vertragen. Oftewel vanaf Russell, dus vanaf P12, zo enorm vertragen dat wij die posities weer kunnen overnemen. Daar ga ik dus vanuit in ronde nummer 26 van de wedstrijd. Maar dan moet er wel een wonder gaan gebeuren, want ja, even dat gat 10 dicht te rijden, dat moet gewoon niet haalbaar zijn. Waarom? Russell rijdt gewoon ontiegelijk ver voor ons zometeen. We moeten ook een nieuwe neus wisselen, dus dat gaat extra pijn doen. Een seconde of 8 zijn we daarmee kwijt. 8,8, dus ja, een seconde of 8. Stroll en Schumacher zijn naar de softbanden gegaan. We zitten in de ene laatste ronde van de wedstrijd. En waar gaat dit ons naartoe brengen? Ik denk dat de Sainz en Stroll sowieso kunnen pakken. Kijk maar, dat gat is maar 3,7 seconden, dus die gaan er sowieso aan. Okay, good work. Great. Kijk maar, Sainz en Giovinazzi verschalk. Leclerc, die rijdt een ronde voor ons. In ronde nummer 27 in de laatste ronde. Die halen wij dus nu in. Volgens mij gaat Perez de wedstrijd winnen, want die zit in de laatste raceronde. Daar hebben we ook Lando Norris. Dan Stroll rijdt 1,6 seconden voor ons. We pakken Norris, maar dat heeft helemaal geen nut. Daar hebben wij dan Lance Stroll en Mick Schumacher. Perez wint de wedstrijd. Stroll pakken wij nog. Maar kunnen wij ook Schumacher pakken in de laatste bocht? Gaat dat lukken? Gaat dat lukken? We doen een do-or-dive actie en dat is gelukt. Strategie toch niet optimaal, maar goed. We hebben het geprobeerd. Niet gegokt is altijd mis. Op naar de volgende wedstrijd in Singapore. Victory for the team from Milton Keynes then after a quality performance. Anthony Davidson, how do you think they were able to set themselves apart today? Well, time management probably played quite a large role in the outcome of this one. As ever, it's not just about speed, it's all about maintaining that speed consistently over a stint, over a race distance. So being able to keep up the lap times while still being smooth on the controls and gentle on the tyres, that's really where the race was won today. Red Bull put up an outstanding fight for the front position today, and it's great to see it paid off for them. They do so much for the sport that you can't help but be delighted by today's race win. Nou, hier hebben we dan dus de uitslag. Perez wint de wedstrijd, pakt ook nog het racepunt. Bottas naar P2, Hamilton naar P3, Norris naar 4, Leclerc 5, Gasly 6, Ricciardo 7, Tsunoda 8, Vettel 9 en Raikkonen pakt het laatste punt. Ik weet niet wie Driver of the Day kreeg, maar ik ga eruit van Norris. En wij dus naar een P17. Helaas met die mislukte strategie. 1 uitvaller, Max Verstappen. 0 punten en Marcus Armstrong pakt ons voor het eerst in zijn carrière een teamgenoot. Wij dus. We zakken naar P14 in het coureursklassement. En Armstrong 23e en P8 in het constructeurs. We mogen niks te klagen hebben. Ja, het was gewoon pech. Helaas mislukt met de strategie. Jammer, we hebben gegokt en verloren. Zo simpel is het. 1 uitvaller, Max Verstappen helaas. Die verliest de leiding aan Perez met 11 punten verschil. En Bottas en Hamilton zitten er ook aan te komen hoor. Kijk eens, dat gat naar Perez en Hamilton is precies een overwinning. Dus stel, Perez valt uit en Hamilton wint, dan staan ze gelijk. Dus dat belooft nog wat. Maar goed, deze video zit er alweer op mensen. Ik hoop dat je genoten hebt. Heb je geen noten beloond, dan zeker met een like. Heb je niet genoten, ja, dislike de aflevering dan. En vertel me ook waarom je het leuk vond. Kan er iets verbeterd worden, zet het dan in de comments neer.
Volg me ook even op sociale media. Mijn gebruikersnaam in de beschrijving. Op Instagram, Twitter en Facebook. Ja, nogmaals. Ik hoop jullie genoten hebben. Abonneer voor meer. We hebben de 95 subs aangetikt. Laten pushen naar die 100 subs. Dat zou fantastisch zijn. Dus ben jij nieuw? Abonneer dan voor meer. Schakel ook een lekker belletje aan als je geen enkele aflevering van me mist. We pakken nu al penalties voor de volgende wedstrijd. Dus in Singapore starten we gewoon denk ik helemaal van achteraan. Dus dat belooft nog wat. Dit was het journaal mensen. Tot de volgende keer bij F21-21 My Team Career Mode. We gaan verder in Singapore.